Ik daag jou uit. Like de video sneller dan dat ik het nieuwe Brookhaven huis kies. Snel helemaal naar beneden scrollen. Daar zul je hem hebben. Oh my gosh. Dit gaat misschien wel mijn nieuwe favoriete huis in Brookhaven zijn. Vandaag gaan we alle geheimen in dit huis checken. En het heeft te maken met de agency. Want wat is dit überhaupt? Nou, het is een soort van opslagloods. Als je binnenkomt, heb je eerst een bureautje. Gaan wij niks mee doen. Dan heb je hier dus het opslaggedeelte. Allerlei dozen. En dat is niet alles. Want als je deze kant op gaat, kun je de deur hier openen. En dat is dus bedoeld om nieuwe spullen uit te laden. Nou ja, interessant allemaal. Wat je dan ook nog kunt doen, is via deze ladder hier op de knop drukken en naar boven gaan. Dan heb je hier nog een mooi uitzicht. En oh ja, trouwens, je kunt je hier ook perfect in verstoppen. Niemand heeft door waar je bent. Maar dit is niet de reden waarom dit misschien wel mijn nieuwe favoriete huis is. De echte reden is die dwel. Oké, misschien moet ik die zin wat langer maken. Mijn echte reden is die dwel. Omdat het namelijk de toegang is tot een geheime kamer. Je gelooft me niet? 3, 2, 1... Dat is zo... Taco! Zo taco? Zo cool. Inderdaad, als je op deze dwel drukt, dan gaat dit luik hier open. Dus in eerste instantie loop je hier overheen. Niks aan de hand. Maar druk je op de dwel, gaat het open en kan je naar beneden. Natuurlijk wil je niet dat andere mensen je volgen. Dus als je naar beneden bent gegaan, druk je gelijk op deze knop. Zodat het luik weer dicht gaat. Maar wat voor kamer is dit? Hou je vast. Dit is namelijk de geheime agency-kamer. Misschien is agency niet het juiste woord, want dit is namelijk niet het agency-logo. Dit is dé opslagplek en de schuilplaats voor alle dieven en gemenerikken in Brookhaven. Vroeger zat dit bij de autowinkel, dat heb ik jullie vaker verteld. Maar ze hebben het dus nu toegevoegd aan dit nieuwe huis. Hier heb je een aantal computersystemen. Hier heb je een werkplek waar ze de andere spelers kunnen bespioneren. Nou, dan hebben we hier natuurlijk, heel belangrijk, de kluis. En deze kluis is echt 2 keer zo groot dan alle andere kluizen in de huizen. En dan hebben we hier nog een kooi voor... De dieven? Nee, voor de mensen die steeds door me heen praten. Voor jou zometeen. Oh. Maar dit is nog niet eens de geheime kamer. Er zit namelijk een geheime kamer in de geheime kamer. Oh, ik heb hoofdpijn. Als je namelijk deze kant op loopt... Nee, wacht, waar was het ook alweer? Oh nee, laat maar. Ik weet het alweer. Het heeft alles te maken met dit bureau. Als je daar namelijk... onderkijkt, zit er een geheime knop. Je kan hem alleen bijna niet zien, maar als je erop drukt... Oké, moet je opletten. Dan hebben wij... Ik zei het toch, dat is waarom ik hier net stond. We hebben nu een geheime kamer in de geheime kamer ontgrendeld. En als we daarin willen, kan dat niet. Nou ja, bedankt voor het kijken. Nee, Job, ik wil het zien! Oké, je hebt gelijk. Als je hier naar binnen wil, kan dat niet zomaar. Je hebt een soort van toegangskaart nodig. Of zal ik zeggen, een toegangsrobux. Je hebt robux nodig. Als je namelijk deze robux niet in je hand hebt en je wilt er doorheen, dan werkt het niet. Maar als je deze robux wel in je hand hebt en je wilt er doorheen, dan... werkt het wel. Oeh, moet je al deze lasers zien? Oké, luister. Dit gaat de meest epische geheime kamer in Brookhaven ever zijn. Als je hier namelijk doorheen loopt, en nogmaals, hou de Robux in je handen, anders werkt het niet, dan kom je hier. En dit zou dé kamer zijn waar de agency hun geheime plannen bespreken en uitwerken. Kijk maar, we hebben hier een kaart van Brookhaven, en hier hebben we een aantal stoelen voor... Stoelen dan! Nee, Bob, voor de werknemers. Ook al klinkt stoelendans ook best leuk. En nu zou je zeggen, nou Job, dit is super gaaf. Meest epische geheime huis ever. Maar we zijn er nog niet. Kijk, je ziet hier een lege muur. Maar volgens mij als wij dan hier gaan zitten... Nee, wacht, wacht. We moeten onszelf eerst wat kleiner maken. En we gaan dan naar het bureau. Kijk naar mijn cursor. Dat is nu een pijltje. Maar nu is het een handje. Want als je namelijk hierop drukt en je draait je dan om... is daar het agency logo. Met andere woorden, dit is van de agency. Wie is daar? Van de agency. Oh nee, snel, snel, snel. Gelukkig ben ik klein. Volgens mij hoor ik iemand van... de agency. Dat is de agency baas. Wat doet hij? Ik heb geen idee wat hij aan het doen is. Ik hoop alleen niet dat hij doorheeft dat ik hier ben. Waarschijnlijk niet. Voorzichtig. Tijd voor mijn nieuwe plan. Oh nee, een nieuw plan? Wat heeft dat te betekenen? Weet je, dat is voor de volgende keer. Ik ga hier snel naar boven. En dan doe ik de dwel naar beneden. Of het luik. Via het wel. En dan zit hij daar opgesloten. En misschien kunnen we hem wel een beetje bang maken. Want als we namelijk op spook drukken, dan zouden we als het goed is nu een spook spannen in dit geheime nieuwe huis. Het spook kan overal te zien zijn. Dus waarschijnlijk ook beneden. Een spook! Volgens mij hebben we hem laten schrikken. Schrikken. Er is een spook! Oh, een koekje van eigen deeg. In ieder geval, laten we deze geheime ruimte weer dichtmaken. Voordat Bob er zometeen een taco-kamer van maakt. Mag dat? Nee, Bob, het is van de agency. Als jij een cijfer zou moeten geven voor deze geheime kamer, dit geheime huis, welk cijfer zou dat dan zijn? En waar ik trouwens ook wel nieuwsgierig naar ben, kunnen wij dit huis ook van kleur veranderen? Stel voor, we willen hem groen.
Ah, alleen de bovenkant. En nu wil ik natuurlijk ook weten hoe het eruit ziet als we geband worden bij dit huis. Want omdat er dus een geheime kamer onder zit, zou je misschien alsnog naar binnen kunnen komen als je gaat graven. Dus we gaan even naar een openbare server. Oké, volgens mij zie ik daar al een aantal van die huizen staan. Iemand heeft het kasteel gekozen. Dat is wel grappig. Meestal als er een nieuw huis bij komt in Brookhaven, kiest bijna iedereen dat huis. Maar laten we kijken of we dan naar binnen kunnen. Met het matras lukt het nog steeds. Maar kijk, dan zijn we binnen. Maar als het niet ons huis is en we drukken op dit wel, gebeurt er niks. Dus nu wil ik weten, kunnen we dan alsnog hier naar binnen? Ik denk niet dat dit gaat werken. Nee. Oeh, dus dit is inderdaad het best beveiligde huis. We kunnen ook niet naar boven hier. Maar wacht even, er zat er nog één tegenover. Ja, kijk, deze hier. En deze, die is wel open. Moment van de waarheid. Oh my gosh. Oké, ik hoop niet dat die speler hier beneden is. Uh-oh. Oh nee, oké, wacht. We moeten gewoon heel snel de kluis openen. Kunnen we de kluis openen? We kunnen de kluis niet openen. Misschien kunnen we er gewoon op deze manier in. Oh, nee. Oh my gosh, wat? Zelfs als deze kluis open is, staan er nog gewoon lasers voor. Moet je kijken, dat heb je bij geen enkele kluis. Maar nu moeten we natuurlijk dit hier open krijgen. Zou het ook gewoon op deze manier kunnen met een matras? Want we weten dat het erachter zit. Dat kan. Oké, wacht, dan moeten we hierin gaan liggen. De Robux pakken. Oh my gosh. We zijn nu in het geheime huis van iemand anders getreden. En nu ben ik benieuwd, wat als we dan hier een matras neerleggen? Kunnen we dan misschien nog een geheim gedeelte vinden? Oh, wacht. Ik zag wel iets. Oké, we gaan weer terug. Het verbaast me dat ik nog steeds niet verbannen ben. Wow, ik ben uit de wereld verbannen. Dat is me nog nooit gebeurd. Maar dit is wel perfect. Want nu kunnen we dus kijken of er een manier is om alsnog naar binnen te komen. Dit huis is, net zoals bij alle andere huizen, omringd met een rode aura. Ja, de vraag is, hoe kom ik dan binnen? Ja, we kunnen het met het ouderwetse matras proberen. Maar dat werkt eigenlijk nooit als je geband bent. Oh, ik kan wel naar binnen kijken. Oké, en als we het nou aan de voorkant proberen dan? Want kijk, het gaat er wel helemaal doorheen. Oh! Oh, ik dacht even dat ik erin zat. Oeh, kijk, hier is nog een speler die het huis heeft gekozen. Als er twee naast elkaar staan, lijkt het wel een geheel. Maar hij heeft net de garagedeur open gedaan. Dus hier kunnen we in. Weet je waar het mij gaaf lijkt? Om dit huis te hebben? Hier. Op de plek waar een andere speler mij voor was. Oké, weet je wat? Er zit maar één ding op. Wij moeten dit eiland terugveroveren. Dat kan niet. Dat is helaas niet mogelijk. Oh, wacht. Is dit? Volgens mij is dit het huis. Weet ik het even niet zeker. Ja, met een geheime kamer. En het interessante is, als je hier dan een matras neerzet, dan zie je dat deze geheime kamer niet in het huis zit. Maar... Huh? Oh my gosh, er zit toch een heel gedeelte achter. Ik wilde eigenlijk zeggen dat je dan ziet dat het onder de map zit. Maar kijk, hier zou je nog zoveel mee kunnen. In ieder geval. Oh, ik ben verbannen van het eiland. Volgens mij is mij dat nog nooit eerder gebeurd. Maar wacht, een eiland is vele malen groter dan het plot van een huis. Dus misschien kunnen we hier wel een manier vinden om naar binnen te komen. Want wat nou als ik me vermom tot een haai? Kijk, dit is een tijdje geleden toegevoegd. En om eerlijk te zijn, je zou nooit weten dat ik dit ben. Oké, dan verhogen we onze snelheid en zetten we onze turbo aan. En dan gaan we zo meteen met volle snelheid proberen binnen te komen. 3, 2, 1. Oké, dat werkt niet. Dan is er nog een ander iets wat ik wil proberen. Dat is namelijk de jacht. Voorheen stond deze bij Lake Madison. Tenminste, daar staat hij nog steeds. Maar nu kun je hem dus ook besturen. Ik moet wel zeggen, de laatste updates van Brookhaven zijn denk ik wel echt de beste ever. Ik heb er niks op aan te merken. Oké, daar gaan we. Gaan we proberen om hier naar binnen te gaan. 3, 2, 1... Oh, de voorkant van het jacht zit er wel in. Dus wacht, wat nou als we dan nu proberen... Oh, nee! We hebben onszelf nu verbannen van ons eigen jacht. Abonneer voor meer en adios.